Ja, en we beginnen met Sam Blankendaal met een live bijdrage. Inderdaad, dankjewel Raoul Lindsay. Aan de telefoon heb ik ABC sportjournalist Desney Romeo, die heel veel weet over de sportsituatie in Suriname en wereldwijd. En Desney heeft 2 dagen terug bekendgemaakt, of de informatie naar buiten laten komen, dat Aaron Winter, de bondscoach van Nacho, en de SVB uit elkaar zijn gegaan. En daarover gaan we praten met Desney. Goedemiddag Desney. Goedemiddag Sam, goedemiddag luisteraars. Desney, het contract van Aaron Winter is niet verlengd. En je zou kunnen verwachten dat de SVB deze bekendmaking zou doen. Maar bijna 2 weken in het jaar verder is er geen bekendmaking gekomen. Wat kan je ons vertellen over deze kwestie en situatie? Klopt Sam. Wat eigenlijk gebeurd is dat de SVB Aaron Winter heeft aangeschreven eind november dat ze zijn contract niet zullen verlengen. En ja, ik denk niet dus dat er iets daar fout aan is. Een werkgever mag aangeven van op basis van een aantal zaken dat ze niet verder met je willen gaan. En het vervelende in deze case is dus dat het gebeurd is, zoals ik aangaf, eind november vorig jaar. En tot en met afgelopen maandag niks vanuit de SVB. En op een gegeven ogenblik wist ik ervan en ik bracht dit naar buiten. En de SVB was meer dan 24 uur hierop gereageerd. Dat was dinsdag met een statement die heel zwak is, was als je het aan mij vraagt. Want op een gegeven ogenblik waar het om ging, dus dat het contract niet verlengd is geworden, maar er geen transparantie is bij de SVB, aangezien ze dit nooit naar buiten hebben gebracht. En de statement van de SVB werd aangegeven van ja, Aaron Winter is niet ontslagen, zijn contract is niet verlengd en er is in de media zijn er dingen naar buiten gebracht die niet kloppen. Maar in ieder geval is hij op basis van niet gehaalde doelstellingen, is zijn contract niet verlengd en een van de doelstellingen of twee van de doelstellingen waren onder andere dat hij zich niet geplaatst heeft voor de Gold Cup en dat ook in de Nations League hij niet verder is gegaan. In ieder geval, net wat ik zei, je hoeft het contract niet te verlengen. En wat ook zo storend is, dat in het bericht dat gisteren uit is gekomen, er gesteld is door de SVB, dat totdat er een nieuwe coach is, Ryan Koolwijk en Roberto Cuirete, dat zijn assistenten geweest van Winter. Aaron Winter, dat die belast zullen worden met de selectie. Nou, het blijkt zo dat geen van beide heren hierover wist. Ze zeiden van, het klopt niet, de SVB heeft nooit met ze gesproken, maar ze komen met een bericht naar buiten dat deze heren belast zullen zijn met de selectie. Ik bedoel, hoe doe je zoiets? Geeft aan van hoe die organisatie in elkaar zit en dus dat er de communicatie is daar slecht, de dingen worden niet goed afgesproken, waardoor dit soort dingen zich constant weer voordoen binnen die organisatie met alle gevolgen van die. Hij merkt dat op elke keer zitten we weer in een vacuüm met de selectie. En jammer genoeg wordt de schuld altijd geschoven naar andere mensen. De SVB is altijd schuldvrij. Ze doen niets verkeerds. Iedereen doet dingen verkeerd behalve zij. En ik denk niet dat dit goed is voor ons voetbal. Want waar we nu staan, zijn we weer bij punt nul. Er zal waarschijnlijk een nieuwe coach moeten komen. Wie dat wordt, weten zij alleen. Maar dan ga je weer van tevoren beginnen. En al deze dingen hebben een consequentie, Sam. Want wat krijg je? Spelers staan al niet te springen om voor Suriname uit te komen. Met al deze ontwikkelingen die je krijgt, wordt het nog erger. Dus je snapt het heel goed van, we zijn weer op punt nul. Desney, eigenlijk de communicatie van de SVB is op verschillende manieren uitgebleven. De bekendmaking naar de samenleving en tegelijkertijd de communicatie naar de twee heren van wie ze zeggen dat zij de leiding nu hebben van over de selecties. Klopt, helemaal. Helemaal waar. Omdat ze niks wisten. Het kwam in het nieuws dat zij degene zouden zijn dus die zouden waarnemen, maar ze wisten er niks van. Ik bedoel, hoe doe je dat? Om dingen aan te geven terwijl de mensen waarom het gaat niks erover weten. Dus dat geeft aan dus dat zaken daar totaal. Ik weet niet hoe ik het moet betitelen, maar ja.
Desny, wat voor invloed kan dit hebben op de selectie en eigenlijk de sfeer richting het Surinaams voetbal? Dat je steeds binnen 3 jaar, dacht ik, of 2 jaar, 4 coaches hebt gehad. Nou, het is een spiraal die neerwaarts gaat. Zonder meer. Ik bedoel, het is niet positief. Ik gaf het net aan. Spelers gaan niet willen spelen voor Suriname. Vanwege al deze perikelen. En we weten het. De SVB is geen organisatie waarmee, laat me zeggen, het bedrijfsleven wil samenwerken. Men komt echt niet betrouwbaar over. Er is altijd ruis bij de SVB. En dit is niet goed. Het is heel negatief. En ik denk dat die negativiteit slecht is voor de selectie. Je zou denken van breng rust in de zaak. Maar in tegendeel, telkens weer komt er heel wat ruis rondom die selectie met alle gevolgen van die. En ik denk dus dat zeer, zeer negatief is voor ons voetbal over het algemeen. Overigens, als je kijkt dus naar het diaspora-project, als je het aan mij vraagt, is het mislukt. Echt waar. En wanneer zou Nacho misschien weer in actie moeten komen? In principe is maart een window, een FIFA-window. Maar ik vraag me af of de selectie zal uitkomen. Want het grappige is, Sam, we hadden in november een FIFA-window. En er is gevraagd door de coaches van, kunnen we spelen? En het antwoord van de SVB, we hebben geen geld. En dan vraag je af, hoe ben je bezig? Wat voor planning heb je? Je vindt je wilt naar WK. En tijdens een FIFA-window zeg je van, je hebt geen geld. Dan houdt het op. Dan houdt het op. Ja, ja. Nou, Desny, van harte bedankt voor de informatie. En laten we toch wel het beste hopen voor het Surinaamse voetbal. Graag gedaan, Sam. Ja. En zo hoorde u ABC-journalist, sportjournalist Desny Romeo, die in is gegaan op de situatie bij de SVB. Die gaat over het niet verlengen van het contract tussen de SVB en bondscoach Aaron Winter. We gaan nu terug naar Lindsay en Raoul.